Maar het feit dat je elkaar terugvindt en dat je door een moeilijke periode moest, zorgt er wel voor dat je een aantal dingen echt relativeert. Ja. Moet je natuurlijk durven uh, de dingen benoemen zoals ze zijn? En dat is soms heel, heel moeilijk. Hè? Ja, we zijn allemaal mensen, en zeker Vlamingen, we zijn geen expliciete mensen. Hè? We zijn binnenfretters en. Ja, uh, nogmaals, het is makkelijk om als iets goed gaat, is het makkelijk om het te zeggen. Als iets mm -hmm. slecht gaat, ja, dan, dan gaan we het gauw verzwijgen. Maar het is net door die dingen te benoemen, dat is stap 1. En stap 2 is door daar dan mee te kunnen lachen. Ja. Dat is stap 2. Mm -hmm. En het moment dat dat lukt, ja. Dan... Oh, zitten jullie zo in die fase van dat je ermee kunt lachen? Wat er gebeurt? Tuurlijk wel. Ja. Ja. Super. ja. Nee, ja. absoluut. Ja, want, want anders blijft je een soort kramp zitten. Ja.